Nou, wat echt helpt, zou ik willen zeggen, kijk echt even naar het Nivel-rapport wat ik eerder al aanhaalde. Dat is weliswaar van, het is het anderhalf jaar geleden. Maar daar hebben wij nogmaals nadrukkelijk die vraag gesteld. Geef nou eens wetenschappelijk onze inzichten. Wat werkte wel en wat werkte niet om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen? Hè? Dus, en dan gaat het over toegankelijkheid. Dan gaat het over goede informatievoorziening. Dan gaat het over spreken vanuit gezag, vanuit mensen die, ja, die dat gezag hebben voor de mensen in de samenleving. Dat zijn de dingen die werken. Maar nogmaals, ik beveel het rapport zeer aan. En daar ook, hebben we ook uitgeput voor die brief vol vertrouwen in vaccinaties, de aanpak die we nu hebben staan. En u vroeg ook, ja, hoe komt het nu eigenlijk dat het vertrouwen in de overheid zo laag is en dat is ook een vraag is aan ons allemaal eigenlijk. En ik ben het met u eens, dat is inderdaad echt een vraagstuk van dit moment. Dus mevrouw Dobbe heeft gelijk, als het eigenlijk ook een spiegel is van helaas een dalend vertrouwen in de overheid en in de politiek. En tegelijkertijd heb ik niet de tijd om te wachten tot het vertrouwen in de overheid en de politiek weer wat hoger is, zodat onze informatie weer wordt geloofd. Nee, we moeten sneller aan de slag en dus dan het doen over de boeg van de mensen die wel een hoog vertrouwen hebben in de samenleving. De Krul van het CDA. Ja, voorzitter, ruimte voor de huisarts om het gesprek aan te gaan. Belangrijk, maar dat doen we al. Dat doen we al. En over die nieuwe groep waar de staatssecretaris over praat, in die sterkere wijken, vanochtend nog in de Telegraaf een hartekreet van een huisarts die zegt tegen die baliezandvretende hipstergoeroes en de vitakruidfetischisten en alles wat erbij komt kijken, de maansteenmantra's, hou op, kappen, ga naar de GGD. Dus die ruimte bieden voor dat gesprek. Er staan hartekreten van huisartsen in de krant. Het werkt dus niet. Het lukt dus niet genoeg. Dus ik zou echt willen vragen aan de staatssecretaris, als hij het niet wil hebben over drang en dwang, hoe meten we dan de effectiviteit van al het andere? Want die ruimte is er volgens mij al lang. En die ruimte is er, alleen faciliteren we ook voldoende om het gesprek aan te gaan. In de JGD is er natuurlijk ruimte om het gesprek aan te gaan met ouders die twijfelen. Alleen tegelijkertijd kunnen we ons wel de vraag stellen, hebben zij ook dan de opdracht om dat te doen? Hebben ze de tijd? Hebben ze ook daarmee de financiële mogelijkheden om het gesprek aan te gaan? En als ze uiteindelijk in een keurslijst zijn gepest door ons, dat ze die tijd niet hebben, dan hebben ze wel de mogelijkheid, maar dan hebben ze niet de tijd en is dat ze het alsnog niet kunnen doen. En tegelijkertijd zeg ik daar ook, tegenover, ik denk dat het medicijn tegen het tegengif is dat we ook op die plekken moeten zijn waar deze ongelofelijke bullshit wordt verspreid. En dus moeten we ook onze beweging naar sociale media maken om daar de waarheid te verkondigen in plaats van die onzin. Ja, dat is mij het hart gegrepen, voorzitter. In 2021 kwam de Gezondheidsraad met een interventieladder. Van wat kunnen we nou doen? En de maatregelen van de staatssecretaris die zitten nog helemaal onderaan eigenlijk. Het verruimen van de mogelijkheden en adviseren. Is er wel een moment waarop deze staatssecretaris gaat zeggen voor zichzelf, hier gaan we kijken of we naar die hogere laddertreden kunnen gaan. Hier kunnen we kijken of we naar drang en dwang gaan. Is er een moment voor de staatssecretaris waarop hij nu al weet, ja, dan gaat er bij ons een tripwire, dan gaat er een alarm af en moeten we het echt hebben over die maatregelen? Of staat hij zich voorlopig nog, nou niet blind, maar focust hij zich alleen maar op die onderste treden, dus het adviseren en het verruimen van de keuzemogelijkheden? Nou, ik heb al aangegeven, voorzitter, dat wij, tegen de heer Krul, dat wij alles op alles moeten zetten. Dus ik kijk niet alleen naar de onderste treden. Ik kijk naar alle dingen die voor ons mogelijk zijn. Maar ik kijk wel naar effectiviteit. Dat is waar ik naar kijk. En als ik dan om me heen kijk en ik kijk naar de landen waar een dergelijke verplichting bestaat, dan zie ik geen hogere vaccinatiegraden. Die zie ik niet. Niet in Duitsland, niet in Italië, niet in Frankrijk. Ik zeg het maar. Dus ik kijk naar effectiviteit. Voor mij zijn alle wegen op zichzelf te overwegen. Alleen ik kijk wel naar wat werkt en wat niet werkt. En juist in die Nederlandse context, en dan wijk ik nog naar een ander wetenschappelijk onderzoek wat ik al meermaals heb aangehaald, staat het beperkte effect van dwang en drang. Daar kijk ik naar, voorzitter. De heer Baudet van Forum voor Democratie. Dank u wel, voorzitter. De staatssecretaris zegt dat het vertrouwen in vaccins, constateert dat het vertrouwen in vaccins is afgenomen. En hij zegt dat komt door desinformatie. En ja, ik ben het daarmee eens. Alleen die desinformatie is in mijn ogen afkomstig geweest van overheden en farmaceutische instellingen. En dat heeft alles te maken met wat er tijdens de coronaperiode is gebeurd, waarin evidente leugens zijn verspreid vanuit overheidswegen, vanuit de Big Pharma, over dat de vaccins effectief en veilig zouden zijn. Het is inmiddels gebleken dat ze dat niet waren. Ze waren niet effectief, ze zijn er zelfs niet op getest. Men wist dat ook en men bleef dat toch volhouden. En ze waren niet veilig, want er is diverse internationale studies inmiddels U moet nu echt met een vraag komen, want u zit al op 45 seconden. U heeft het woord.
Uit diverse internationale studies is inmiddels gebleken dat de coronavaccins onder andere een ernstige toename van myocarditis of Ja, u zit nu al op een minuut. U moet echt met een vraag komen, want u heeft 30 seconden en u moet gewoon binnen 30 seconden met een vraag komen. Ik wil nu echt een vraag van u horen. Zou de minister daarop kunnen reageren? De staatssecretaris is het. En dat is misschien wel aardig, want de rest klopt ook geen bal van wat er allemaal gezegd heeft. En dat zou enorm helpen, zeg ik even, voor de vaccinatiegraad als meneer Baudet al die onzin over vaccins de volgende keer niet meer zou verkopen. Niet alleen hier niet, maar ook op sociale media niet. Accepteren, meneer de voorzitter. Nou, u heeft het recht om een tweede vraag te stellen. Nee, dus. Ik wil niet nog een vraag stellen. Ik heb al een vraag gesteld. En ja. Later zal een fractiegenoot van mij bij dit vraaguurtje een andere vraag stellen. Maar dit is toch nou typisch een voorbeeld van hoe een kamervoorzitter wel degelijk mag zeggen tegen een staatssecretaris die hier te gast is in de Kamer. Dit is een schoffering van een Kamerlid die een serieuze vraag stelt over internationale studies die gewoon zijn verschenen in wetenschappelijke tijdschriften die iedereen kan nalezen. Ja. En het enige wat de staatssecretaris zegt, dit is de grootst mogelijke onzin, punt. Ja, maar dat is toch niet een antwoord op een vraag? Dat is een antwoord op een vraag. Dat is het antwoord van een staatssecretaris op de vraag van een Kamerlid. Ja, dit is zijn antwoord. We gaan luisteren naar mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, ik wil de staatssecretaris dan wel complimenteren met de snelheid waarmee hij nu desinformatie bestrijdt. Een compliment. En ik heb nog twee vragen, want ik hoorde de staatssecretaris namelijk zeggen, we hebben het wetsvoorstel ontraden, want ik luisterde heel goed naar de wetenschap. Tegelijkertijd was er de commissie voor mij. Die namelijk heel nadrukkelijk zei, als wij door een ondergrens zakken, en ik ga de staatssecretaris helpen, daar zijn wij nu, dan moeten wij overgaan tot een algehele vaccinatieplicht. Hoe kijkt de staatssecretaris daarnaar? Dat klopt, de commissie van mij, die hebben we ook inderdaad, daar hebben we al een eerder reactie op gegeven op de commissie van mij. Waarbij we ook met elkaar hebben geconstateerd dat het heel moeilijk is om die ondergrens aan te geven. Hè. Dat was een van de redenen waarop we het zo ingewikkeld vonden om daar uiteindelijk wetgeving op te maken. Want een ondergrens in algemene zin van vaccinatiegraden is niet door het RIVM vast te stellen. Zij zeggen eigenlijk een hogere vaccinatiegraad, dat is altijd goed. Maar je kunt niet zeggen onder de 95 of onder 90%, dan is het probleem veel groter. Evident is het nu zo, met de vaccinatiegraden die we in ieder geval op een aantal plekken nu hebben gezien, dat die leiden tot onveilige situaties. Dat is zonder klaar. Maar het aangeven van de ondergrens is een van de redenen geweest waarom het moeilijk is om commissie van mij om te zetten in wetgeving. Ja, voorzitter. Ik spreek de staatssecretaris ook als mens aan. We zijn door de ondergrens gezakt. Er gaan namelijk kinderen dood. Het tweede wat de commissie van mij zei, als we niet overgaan tot een algehele vaccinatieplicht, omdat we die ondergrens nog niet bereikt hebben, dan moet het kabinet scenario's klaar hebben staan om uit de startblokken te komen wanneer we de ondergrens bereikt hebben. Waar zijn de scenario's? Nogmaals, voorzitter, volgens mij heb ik hier al op gereageerd. De commissie van mij gaat uit van een ondergrens. Het RIVM, niet het kabinet. Het RIVM heeft daarbij aangegeven, het is eigenlijk niet mogelijk om een wetenschappelijke ondergrens aan te geven. En daarmee is het ook niet mogelijk om dus scenario's te ontwikkelen op varianten. Wat we nu moeten doen, is op dit moment een schep erbovenop zetten op alle informatiemogelijkheden die we hebben. En die kansen, die wil ik benutten, zelfs de komende week. Prima, tot zover dit onderwerp. Dank aan de staatssecretaris. Fijn dat u bij hen was. Dan schuift aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En we gaan luisteren naar een vraag van mevrouw Thiele van de fractie van de VVD.